De gebiedscommissie mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van Rotterdam. Wij maken ons zorgen voor de bevolking buiten het evenemententerrein. Op het evenemententerrein is het allemaal prima geregeld. Dan nemen we aan dat gaat allemaal mee in het vergunningentraject. Maar als de feestgangers lekker het dorp ingaan en daar is verder geen beveiliging of andere integrale beveiliging aanwezig, dan heb je kans dat het achter de feiten aanlopen is. En dat is wat niemand zou willen hebben in Hoek van Holland. Er is een integraal afstemmingsoverleg tussen politie en openbaar bestuur. Nee, daar zijn wij helaas niet meer bij betrokken. Vroeger in de deelraadstijd nog wel. Maar nu is het echt het feestje van Rotterdam. Die nemen daar de beslissing in. En wij krijgen alleen de feiten daarna te zien. En dat is dus geen beveiliging in Hoek van Holland of weinig. En daar maken wij ons zorgen over. Maar advies geven mag altijd. We hebben en een brief gestuurd naar de burgemeester om deze zorgen kenbaar te maken. En we hebben ook gevraagd of we de burgemeester persoonlijk kunnen gaan spreken. En hij reageerde daar heel snel op, gelukkig. En we gaan ook deze week dan nog rond de tafel zitten met de burgemeester om te horen welke maatregelen er genomen gaan worden.